Simon, wij vervelen ons. Dus jij moet wat verzinnen. Ik moet wat verzinnen. Ja, maar dat kan helemaal niet. Ik heb geen tijd. Ik moet werken. Daarom. Oh. Hoe dat dan? Nou, het moet altijd werken. Maar wacht even. Misschien heb ik toch een goed idee. Jullie kennen misschien naar de oude bedankochtend op de wingerd gaan. Want het staat hier in de bodem. Oh. Er wordt een hele grote toeloop verwacht. Er staan dranghekken. Het is hartstikke druk. Dus weten jullie wat dat is, zo'n oude bedankochtend? Nee. Nou, dan komen alle ouders. En dan gaan de kinderen en de juffen en meneer gaan dan die ouders bedanken. Midden op de dag? Ja, midden op de dag. Ja. Hoe dat dan? Zou dat leuk zijn om heen te gaan? Weet ik niet. Duurt het lang? Nou, dat is wel een probleem. Oh, de toespraak is heel kort. Lees maar hier. Als het aan meneer Leo ligt, weet ik het niet zo net of het wel toespraak, meneer snel Leo, gaat. Hopelijk ja dit kort. Oh, lijkt me wel leuk. Mij ook. Nou, kom op, we gaan. Zou zeggen, veel plezier. Meid en Greet. Wie zijn dat dan? Nou, dat weet ik ook niet. Oh. Maar ik moet toch naar de wingerd, want ik moet ook nog eieren brengen. Eieren? Ja. Eierpaza spelen? Nee, ik niet. Nee. Wie dan? Kijk, heb je dat verhaal niet gehoord dan? Van die paaseieren? Nee. Nee? Nee. Oh, nou, dat zal ik even vertellen dan. Vorig jaar, toen had meneer Leo een hele grote kast vol met eieren van chocolade. En die zou hij aan die arme kindertjes uitdelen. Hij zou ze verstoppen daar op de wingerd. Maar toen was het zomervakantie. En toen kwam de oude vereniging in die grote kast. Ze doen ze open en het ligt vol met smolten eiers. Oh. Ja. Meneer Leo was het vergeten. Oh. Dat vond de oudere vereniging niet zo goed dat meneer Leo dat vergeten was.
Dus ja, hij gaat het deze jaar weer proberen. Als paashaas? Nee, niet als paashaas. Maar als wat, dat weet ik niet. Dat is ieder jaar een verrassing. Oh, wat leuk voor meneer Leo. En de kinderen, dat ze nou wel een ei krijgen. Ja, ik denk het wel. Nou, ik moet maar weer eens gaan. Ik heb het druk. Oké. Dag, dag. Hoi. Oh!